Goeiedag. Ja, ja. Welkom bij een nieuwe vlog, jongens en meisjes. Ik zeg altijd jongens en meisjes. Misschien is het ook tijd om te zeggen mensen. Dan voelen heren en vrouwen en baby's en honden en katten zich ook welkom. Of wat je ook bent. Maakt niet uit. In ieder geval, een hele mooie dag, want de lucht is blauw en de zon zie ik niet, maar het is wel een mooi weer. Zoals jullie zien sta ik stil. Ik sta inderdaad in de file. En dacht ik doe gewoon even mijn camera aan en ik ga even lekker met jullie kletsen, want... Ja, gisteren was leuk. Na de show ben ik gewoon naar huis gegaan. Slapen. En vandaag heb ik opnames met DJ Tillen bij Kids Top 20. Maar niet hetzelfde als vorige keer. Dit keer is het heel anders. Maar dat lijkt me ook gezellig. Dus, en ik heb daarna nog een verjaardag. Dus het belooft wat. Het lijkt me een mooie dag vandaag. En we gaan zien wat de dag brengt. Ik ben nog steeds met mijn neef. Ja, sprintman van gisteren. Nee, superleuk. Jongens, ik wou een tijdje hierover praten, maar luister. Samen niet alleen is nu uitgekomen. Oké, track is online. Maar nu heb ik echt drie soorten gebangers. Maar ik kan niet kiezen tussen welke van de drie. Dus ik vraag me af, hoe ga ik daar uitkomen? Ik laat gewoon aan mijn vrienden en zo horen en dan zeg ik van welke zeggen jullie. Maar iedereen heeft gewoon een andere smaak, een diverse smaak. Ik weet het niet hoe ik er hier uit ga komen. Misschien heb ik jullie hulp ook nodig, maar goed. Ja, daar gaan we later wel komen. Hele goede middag. We zijn nu bij Avrotros. Avrotros? Iets met Avro. Hey, Dylan. Avrotros. Kijk het hier. Avrotros. Heet dat? Eruit laten? Wat betekent Avrotros? Avrotros. Dat betekent... Trots. Hallo. Nee. Hoi. Goedendag. Hi, leuk dat jullie zijn. Ik moest mijn bril geven aan Dylan, dus... dit kan je wel voor een vlog vertellen, toch? Ja. Dus... Gisteren hadden we een discussie. We hadden allebei een show in Café in de City. En toen zeiden we van wie gaat hem optreden. En we deden steen, papier, schaar. Hij had gewonnen, dus hij mocht hem optreden. Maar ja, ik draaide eerst. Dus ik had hem gewoon gedraaid. En toen na mijn show zei hij, ik vond het echt niet top van je. En toen deed hij zo, pap! En nu heb ik een blauw oog gekregen. Dus volgende keer niet zulke dingen doen, alsjeblieft. Nee, ja, grapje. Tuurlijk, dat zou hij nooit doen. En als hij dat zou doen... Nee, maar ik heb hooikoorts. En ik heb gewoon echt een ontstoken oog, man. Dit is niet normaal, man. Wat moet ik hier tegen doen? Red Bull tegen je ogen. Tegen mijn oog. En dan gaat het weg. Ja. Red Bull geeft je vleugels. Hey, broski. One job. Come on, you got this. Wauw. Hij is er opnieuw. Oké, ik ga hem weer makkelijk doen voor je. Je doet ook lang, man. Na die eerste moest je stoppen, man. Jongens, ik zoek nu. WC? Even koekeloeren waar de wc is. Het is wel een mooi gebouw, man. Ben je nooit geweest? Avrotros, tros. Wat in the world is dit? Wat zou je daar moeten doen, man? Aan tafel. Oh, hier. Jij zit samen niet alleen. Dat ben ik. Herken je mij? Dit is voor... Niet voor mij. Zwaai maar, heel snel. Huh? Waar is de wc dan? Wat zou dit de wc moeten zijn? Oh ja, zie je handicap? Mannen. Als jullie goed luisteren hoor je gewoon tv. Of radio, ik weet niet hoe je het noemt. Maar ik hoor gewoon mensen praten terwijl ik aan het plassen ben. Een vriend van mij heeft een wc. En als je in zijn wc bent, hoor je vogeltjes op. Ik vind dat echt een lekker gevoel. Een lekker geluidje, dan plas je ook lekkerder ofzo. Je hoort vogeltjes en zo, dat is een ontspannen gevoel. Ik trek zo meteen een naam van de artiest en ik wil graag een nummer erbij van die artiest. Dus trek ik bijvoorbeeld Dua Lipa, wil ik graag... Despacito. Jongens en meisjes, we zijn klaar met de opnames. We hadden geweldige opnames. Veel corruptie, dat is wel jammer. Dylan een beetje valsspeler. Eerlijkheidsvalsspeler. Ja man, maar ja, geen probleem. Ik ben een eerlijke man, als een eerlijke man. Maar jullie gaan het zo zien online. Ja. Hey, slechte mannetje. Mag ik hier een TikTok van maken? Ja hoor. Oké, wacht, ik pak hem. Dat hij piano kan spelen? Ja!
Hij doet alsof, hè. Het is gewoon, ik kan gewoon play drukken hier. Je moet altijd haten, hè. Speel even iets moois dan. Oh my days. It's not looking good, bruv. Oh, dit is hard, dit is hard. Mag ik hier liggen en dan zingen ze? Ja, ga even zingen. Kom maar, ga erop liggen. Nee, echt niet. Kom even je pokoe zingen. Jongens en meisjes, we zijn nu klaar met de opnames. We zijn onderweg naar Afri's huis. We gaan Afri ophalen. En daarna gaan we door naar verjaardag. Jongens en meisjes, we zijn nu in Utrecht bij Kassap. Want we gaan even eten. Ik heb Afri inmiddels al gehaald. Kijk, Afri hier. Afri, kom. Maar jongen. Jonnevi. De vlog zegt... Heb je me gemist? Ja, ze hebben je gemist, man. Kijk, eigenlijk... Ik was nog gisteren met jou, toch? Ja. Ik was nog gisteren met die man voor me, maar het was laat, dus... Hij niet gevlogd meer. Maar... Oh ja, je was gisteren niet eens gevlogd. Hij komt, we moeten naar achter. Maar ik heb jullie ook gemist. Ik ga het weer oppakken. Pak het op. Wow. Hoe waren die opnames gegaan? Welke? Laatst. Maar vandaag? Ja, de laatste was echt zo. Dat is goed, man. Je moest komen, man. We hebben echt veel gelachen. Ik had geen invite van, dat is wel raar. Jawel, alleen je begreep die invite niet. Zei ik niet tegen jou, kom. Ik heb echt gegeven. Ja, serieus. Oh, ik moest June daar, dat was het. Oh, dat was het. Ik moest gewoon werken. Ik heb ook gewoon normaal werken. Het ligt niet aan mij, maar aan jou. Het ligt niet aan mij, maar aan jou. We zijn op een kleine model. Vorige regio die dingen daar. Ik heb jullie al gezegd, vandaag ga ik helemaal eraf. Ik ga vandaag genieten tot de max. Ik weet niet waarom, maar ik heb vandaag gewoon... Mijn lichaam zei... John, vandaag heb je die koolhydraten. Ik heb veel sambal gezet, man. Sambal? Sambal is goed voor je. Gaat ie. Zo, het is zwaar, man. Blaas is? Stel even dat je dat doet. Dat zou gek zijn, hè? Dat zou echt crazy zijn. Maar ik denk dat ik mensen heb, bijvoorbeeld... Die danseres van mij, ik denk dat zij dat echt bij elkaar zouden doen. Ja? Zij zijn niet bang. Ik ga even mijn camera draaien voor jullie naar Afri. Afri, praat even met die mensen dan. Facebook dan. Je bent een beetje agressief die dingen aan het openmaken. Ik heb niet open. We hebben je live op beeld hoe je dit doet. Hey! Met veel snelheid ben ik gegaan. Eerlijk, cream soda is het lekkerste drankje. Waarom? Maar wat staat hier dan? Schweppes? Schweppes. Schweppes, hè? Hoor je? Wat staat hier? Schweppes? Ik zeg je eerlijk, mensen weten ook niet wat er staat. Champion! Het is lekker toch? We gaan genieten, jongens en meisjes. Ik zeg jullie heel eerlijk, iedereen is foto's aan het maken van eten hier, dit, dat. Ik wil geen foto, ik wil eten. We kijken wat de lamskoteletje zegt, jongens en meisjes. Even de lamskotelet testje. Ik hou van lamskotelet. Oh, hij is heerlijk. Als ik die camera weg doe, eet ik gewoon met de hand, hoor. Dat is wel heerlijk, hoor. Een ossehaasje. Weet je wat ik mooi vind? Wat vind je, man? Dat je samen eet alleen. Ja? Loop vaker samen eten niet alleen. Snap je? Dat is belangrijk. Mag ook die citroen? Dylan doet dit altijd, dus ik ga Dylan nadoen. Citroentje, meloentje, dankueletje. Nu ben ik wel benieuwd hoe het echt smaakt. Hij snijdt lekker. Lekker rood van binnen. Oh jawel. Ja, normaal ben ik die guy die doet altijd doorgebakken eet. Maar ik ben veranderd. Ik wil het een beetje rood. Ja, lekker hè, medium rare. Aha.
top man. Geweldig. Ah. Jullie zijn geboren voor dit. Ik zal eerlijk. Dus ook, weet je waar ik het lastig bij heb? Ik ga even die klok kijken, toch? Door Aqua Asia. Dus als ik daar wel niet gekeken, zo, ik krijg wel honger, man. Dus deze vlog wil ik niet terugkijken, want ik ga honger krijgen. Krijgen jullie honger van mijn vlog als ik zo eet? Laat het weten in de comments. Ik weet zeker dat jullie ook honger krijgen. Hé, hey, Adrie. Misschien mag jij onze eerste gast zijn, man. Zo, ja. We gaan koken voor de vlog. Ja. John bedenkt een gerecht. Ik ga hem maken. Hij gaat hem proeven. Maar jij mag ook, jij bent welkom, man. Wanneer? Je bent welkom. Wanneer? Je bent welkom, man. Ik ben gewoon welkom. Lekker proeven. Oké, okay, no spark. Ja, man. Je bent welkom. Oké, okay, no spark. Hey. Afri, onze eerste gast van de show. Vandaag ga ik nogmaals helemaal eraf. Ik ben mezelf niet meer, sorry. Morgen ga ik weer geen koolhydraten en zo eten. Ik ga alleen maar water. Weet je wat, jongens? Morgen ga ik water vasten. Om het goed te maken. Ja, jongens, ik denk dat ik morgen ga water vasten omdat ik vandaag helemaal eraf ga. Ja. Dus morgen alleen water drinken en een beetje zout zo. We hebben gegeten. Lekker. En aan alles komt een eind. En nu ja. Is het ook tijd om te bewegen. Dan doen we dat. Ja. 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 Je loopt een freestyle, ik doe shit. Ja. Ik doe shit. Ik ga je nooit meer mijn autosleutel geven. Mijn auto stond gewoon open. Helemaal niet, ik heb hem net open gedaan. Ik zag hem toch net open staan. Ik heb hem net open gedaan. Ik zag hem net open staan. Op mijn ma, deze auto had ik dicht gedaan. Ik zag hem net open staan. Ik heb hem open gedaan. Ik dacht. Ja, Willy! Willy. Jongens, ik ben herkend. Ik denk dat ik een aantal foto's kan. Nee, nee, nee. Oh, toch wel. Jongens en meisjes, we waren bij het feestje, super gezellig. Ik heb niet gefilmd omdat er is gewoon veel familie aanwezig en zo. En, zo ging je. Het lijkt me onbeleefd dat ze zomaar mensen gaan filmen. En als ze de camera omhoog houden, dan zie je iedereen. Maar ik was op de verjaardag van Kaya Imani. We kunnen haar wel kennen. Ze is ook een artiest, een vrouwelijke artiest. Ze heeft laatst toevallig Phoenix Next Best gewonnen. Dus ja, check haar ook, jongens. Maar ik ben dus bevriend met Kaya. Ik heb haar leren kennen omdat ik bevriend ben met IJs en IJs is een goede mattie van mij. En eigenlijk zo, dus net als ik op die verjaardag, super gezellig, mooie tijd. En nu gaan we door, want Dylan heeft een showtje. We staan nu zeg maar achter en Dylan gaat zo draaien. Maar wat is dit voor backstage? Gelukkig zijn we hier niet zo lang, kwartiertje, dan gaan we weg. Chaos, echt volle bak. Ik ben nooit zo in een soort beachclub geweest ofzo. Dit doe je niet zomaar, dit doe je niet zomaar. Dus ik moest die man uitnodigen, hij is hier voor mij, hij is hier voor jullie. Dames en heren, Sueno, laat je horen voor deze uitdelen! Wie is hier gekomen met zijn beste vriend of vriendin? Laat je even horen. Want SK is mijn broosje. Luister, hou degene been die naast je staat precies als dit. Kijk diegene even aan in zijn ogen. En zeg, ik hou van jou. We doen deze samen niet alleen, man. Meisjes, we zijn inmiddels thuis aangekomen, veilig, thank god. We gaan nu gewoon even chillen bij mijn neef. We gaan gewoon lekker FIFA spelen en zo. En dan gaan we denk ik ook slapen, man. Jongens, ik heb net gewonnen met 1-0. Kijk hier. Ja, die jongen. Geweldig doel. Ja, die jongen. Moet je dat zo lijken door Kenny? Huh? Dat zo lijken? Oké, okay, kijk hier. Jullie gaan nu zien. Ja, kijk, kijk, als ik aftrap wat, kijk. Ik doe ook, ik klik ook toch. Hij durft te liegen, kijk. Bro, het is maar 1-0, zeg geef voor eerlijk toe. Het is een gimmick, het is een gimmick. Het is opwarming. Oké, okay, dus je gaat de volgende winnen? Ja man, 100%. We gaan filmen, ja.
Jongens, ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen, ik heb verloren nu. Maar echt onzin goals. Echt onzin. Deze FIFA was echt aan het glitchen. Maar goed, het staat 1-1 in potjes. Gewoon je hebt gewonnen, bro. Hoeveel? 2-1. Jongens, we hebben veel FIFA gespeeld. We gaan nu eindelijk slapen. Het is 5:30 morgenochtend vroeg naar de kerk. Het wordt een zware klus, maar goed. Het moet, het moet. Die man is zo slecht. Hij heeft 4 keer verloren. Maar goed. Ik wil hierbij ook alvast de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. En dan zie ik jullie morgen. All praise to the most. Hi.